De vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname heeft gisteren voor de vierde keer de Open Monumentendag georganiseerd. De Open Monumentendag heeft als doel de bewustwording voor het monumentaal erfgoed bij het grote publiek te bevorderen. De historische binnenstad van Paramaribo staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De prachtige panden met een rijke geschiedenis zijn niet altijd toegankelijk voor het grote publiek. De opening van de Open Monumentendag is verricht door Jaap Frederiks, de tijdelijke zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade. Hij gaf aan dat het fijn is dat er elk jaar meer belangstelling getoond wordt voor deze dag. Het is fijn om met mensen te werken die zoveel passie hebben voor het u laten zien van deze monumenten. En ook daarmee te laten zien hoe bijzonder deze binnenstad van Paramaribo is. Een asset, niet alleen in cultureel oogpunt, maar ook in economisch oogpunt. Als je ziet waar de mensen tegenwoordig in Europa naartoe gaan, zijn het altijd de binnensteden van de steden. Het is de authenticiteit die het hem doet. En daarom, als u rondloopt, geniet van de monumenten, maar tegelijkertijd kijk naar wat er nog veel meer potentieel is in deze stad. Er is zoveel hier wat meer dan een likje verf nodig heeft. En daarmee uw belangstelling hiervoor is wat ons betreft ook het onderstrepen van de betekenis van het behoud. Van het voortdurend herstel van al die houten gebouwen. Een onderdeel van de Open Monumentendag was de geschiedenis van het Fort Zeelandia. We brengen u een fragment. Even van de koloniale geschiedenis van Suriname. Wat heel veel mensen denken is ontgaan, dat zij hier de eerste nederzetting hebben opgericht, dat was in 1613. Er kwamen twee Nederlandse kolonisten, zou je niet precies kunnen zeggen of dat op zeeën waren, ik betwijfel dat. Maar die hebben hier toen een kleine factorij hier gesticht, vlakbij het Indiaanse dorp Paramaribo. Op een gegeven moment kwamen de Fransen hier ook weer en die hebben toen de eerste houten palissade hier gebouwd. Een fragment van de geschiedenis van het Fort Zeelandia. Dit was een onderdeel van de vierde Open Monumentendag die gisteren georganiseerd is door de vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname. Het doel is de bewustwording voor het monumentaal erfgoed bij het grote publiek te bevorderen.